Ik vond het een mooie dag. Een mooi bedrijf ook hier. Was dat heel inspirerend. Interessante workshops. En een goede netwerkgelegenheid. Ja, wij organiseren deze bijeenkomst als platform voor onze leden om kennisuitwisseling te doen. Ze up-to-date te brengen op allerlei actuele ontwikkelingen. En wij zijn natuurlijk bij uitstek een netwerkorganisatie, dus netwerken is ook altijd een heel belangrijk onderdeel. Ja, dat is een workshop dat ging over werkplekleren. En werkplekleren is een trend binnen opleidingsland, waarin steeds meer aandacht uitgaat naar de verplaatsing van het opleiden wat we kennen in een klaslokaal. En dat wordt steeds meer naar de werkplek toegetrokken. Dat was heel interessant. Met name de matrix om inzichtelijk te maken wie welke taken kan uitvoeren, was erg hulpzaam. NMT kiest ervoor om dit soort bijeenkomsten bij leden te doen, omdat leden het erg leuk vinden om andere leden te ontvangen om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Andere leden vinden het heel leuk om bij leden zelf weer binnen te kijken. En zo doe je aan kennisuitwisseling en ontmoet je elkaar op locatie. Ja. Rondleiding hier, de meneer met het bordje. Hij moet iets aangestuurd middels de computer welke pallet er gepakt moet worden. Op een stukje weg. Big data is veel data, gevarieerde data en snelle data. Wat ik grappig vond is overal tref ik iedereen autonoom en emissieloos varen. Dan denk ik van, nou, als je dat zegt, dan zeg je meteen big data en AI. Ik denk dat het belangrijk is om veel data te hebben. Hoe meer data je hebt, hoe beter inzichten je hebt. En om dat te bereiken, moet eigenlijk de industrie data delen. En als je dat overgebracht hebt, dat ze als ze onderling data delen, dat ze meer hebben dan alleen, is een hele goede. De groei van de wereld float is lager dan de groei van de wereld handel. En dat is uiteraard goed nieuws voor de overcapaciteit op de markt. In mijn presentatie vanmiddag ben ik ingegaan op de stand van zaken in de mondiale scheepvaartmarkt. Over waar gaat het naartoe? Waar komen we vandaan? Hoe staat het met de capaciteit binnen bij de werven? Dat soort zaken. Nou, op deze dag goed ervaren. Was mooi opgezet, goed geregeld. Een paar interessante cases meegekregen. En een hele mooie afsluitingsspeech over artificial intelligence.